Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Corso TV 2012. Deze keer filmen we vanuit het heartland van Stads TV Tiel, namelijk bij de Corso Clubs van Drumpt en Tiel. Ook zijn we te gast bij de voorbereidingen van het Kindercorso. In Drumpt wordt hard gewerkt aan een zeedraak die door een woelige ijszee heen zwemt. Henk de Boom, ontwerper van de Corsowagen van Drumpt dit jaar. Henk, wat stelt de wagen dit jaar voor? Het stelt voor een zeedraak, zeeslang uit de Arctische IJszee. Uit verhalen van de oude zeevaarders met grote tsunamis. Een monster wat schepen verzwolg. Het heet ijskoud. We proberen hem dus ook echt ijskoud te maken. Hoe krijg je dat met producten voor elkaar? Het is een van je specialiteiten, hè, met producten. Stofuitdrukking creëren, maar ijs is altijd buitengewoon ingewikkeld. Ja, textuur is echt een van de moeilijkste dingen altijd. Ik ga het toch proberen. Blauw is de ondertoon. Om de blauwe tint scherp te maken heb ik oranje nodig in de wagen. Dat brengt Karel's kleurenaccent overal eigenlijk op een hele subtiele manier. Daarnaast probeer ik door middel van grijstinten de wagen het blauw koude te krijgen. En zo doen alle blauw echt die in mijn product zit eruit te trekken. Dit is een proefstukje dat eigenlijk helemaal bovenop de kop zit. En dient als basis voor de hele wagen. Paars, geel, accentueren van je kleur erop halen. De sagobolletjes bovenop leggen om de tint wit extra cachet te geven. En je ziet hem zo meteen als je hem bovenop zit, zie je hem gewoon als sneeuw er bovenop liggen. Het is heel grappig. Het glimmende boontje erin als accentje, alles heeft een bedoelingje. Probeer het maar eruit te halen wat erin zit. Schilderen met fruit. Ja, dat is het mooiste. Hoe staat Drumpt ervoor? Heeft natuurlijk heel wat te verdedigen dan vorig jaar. Ja, vorig jaar had ik een mooi ontwerp van Paul Zwaan. Helaas ging hij natuurlijk bij Maaswaal. Gelukkig heb Henk de Boom nu. Is in 2003 ook eerste geworden. Ze hebben inderdaad best hoge verwachtingen. Maar top 5. Het zal mooi zijn. Hoe komt de wagen eruit, vind je? Erg mooi. Ik had even mijn twijfels erover of het inderdaad wel over zou komen. Maar we zijn woensdag naar buiten geweest en het zat echt top uit. De kleuren liepen mooi over en het was een mooie compositie. Genoeg volk in de hal? Begin maanden was iets minder, maar het begint nu steeds meer op te lopen. En we hebben echt een hele leuke club zitten. Een kerngroep van een paar mensen en daaromheen komen steeds meer mensen erbij nu. Ja, we hebben echt een harde kern met Drumpt. Dat is een aantal mensen, die komen overdag constant. We zijn echt van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's nachts. Sommigen blijven ook 's avonds eten. En zo hopen we onze wagen op tijd klaar te krijgen. Ik begreep dat laswerk nog niet helemaal af was. Nee, dat is inderdaad bij ons altijd wel een probleempje. Altijd nog iets te lassen. En omdat we nou op de hoogte gaan, hebben we hydrauliek. Hydrauliek was een beetje verkeerd gegaan op een gegeven moment. Ze konden niet het onderste deel van de nek lassen. En dat is nou gelukkig opgelost. Dus morgenochtend gaan we vroeg activeren en dan gaan we lekker het ding lassen. En als laatste lastwerk ook klaar. Straks voor het parcours, mooi effect, geen tractor erbij. Nee, alleen de forse kop wordt getrokken door de tractor. Maar daar maakt het zoveel uit, want de kop zit op 6 meter hoogte. Dus daar maakt het tractortje niet uit. Maar we hebben de wagen bestaat uit 3 delen. En het middenlijf wordt door 5 mensen geduwd. En 8 startpuntjes door 2 mensen. Tot nu toe tevreden over het resultaat? Ja, echt super. We zijn gisteren naar buiten geweest, we hebben proef gereden. Hij wordt helemaal geduwd, althans het voorste stukje kan gewoon niet omdat het te groot is. En we hebben hydraulieken erin zitten, dus dat is onmogelijk. Maar het middelste gedeelte, het achterste gedeelte wordt geduwd, we hebben ermee geoefend. Het liep echt, ik mag niet zeggen als een trein, maar het liep echt geweldig. En buiten deed hij het ontzettend goed, tegen een blauwe hemel. Wauw, dat is echt top. Ook zijn we te gast bij de voorbereidingen van het Kindercorso. Wat denk je hiervan? Dit is genoeg. Aan Hans Melkert vragen we hoe vaak het Kindercorso al is georganiseerd. Het Kindercorso is dit jaar voor de 12e keer. We doen op dit moment een 100-tal kinderen mee. En eigenlijk zouden we heel blij zijn als er nog kinderen zich aan willen melden. En dat kan via de website fruitcorso.nl. Op zaterdag 25 augustus is er nog een ochtend waarop de zaden en lijm
en piepschuim opgehaald kan worden. En de mensen kunnen dan informatie vragen om eventueel mee te doen. De kinderen vanaf 4 jaar tot 12 jaar zijn welkom bij ons om mee te doen. Een fiets, een step, een karretje, alles mag meedoen. We hebben als Corso-stoetcommissie hebben we bedacht dat het kindercorso verweven moet zijn door het corso. Dus de kinderen gaan niet meer vooraf, maar gaan vanaf dit jaar in 3 groepen in de stoet. En het wordt dus 1 geheel met jeugdwagens, grote wagens en het kindercorso. Bij deze roep ik eigenlijk nog alle kinderen op die mee willen doen. En die kunnen zich nog steeds tot 1 september opgeven via de website fruitcorso.nl. Bij me staat de ontwerper van de jeugdcorsowagen van Drumt. Jari, leg het ontwerp eens uit. Ik heb dit jaar een ontwerp gemaakt, het heet SOP. Zoals je ziet is het een nijlpaard in bad. Ja, het bad is eigenlijk weggevallen, het zijn een hele hoop bellen. Daaromheen komen heel veel shampoo, flesjes, zeepjes, handdoekjes en dat soort dingen. Om er echt een badkamertje van te maken. Het is een vrouwtjesnijlpaard. Het is nog niet helemaal duidelijk, moet nog blijken. Maar ik hoop een hele leuke speelse wagen met een hele hoop bellen en een hele hoop aparte vormen. Waarom gekozen voor een vrouwtjesnijlpaard? Ja, dat hebben er al meerdere gevraagd en ik kan daar eigenlijk nog niet helemaal antwoord op geven. Hoe het idee ontstaan is, ja, het kwam ook in één keer helemaal op. Alleen, het bad wordt lekker gevuld in ieder geval. Absoluut, absoluut. Maar een nijlpaard vond ik een leuk beest en een vrouwtjesnijlpaard omdat het net iets vrouwelijker is. Het is toch een beetje tuttig in de badkamer met lippenstiftje en een spiegeltje en dat is net iets leuker. Welke onderdeeltjes komen er nog allemaal bij? Hè? Want ze staan ze te plakken aan de zijkant. Welke onderdelen gaan de wagen straks nog mooi opvullen? Ja, voornamelijk is de wagen zelf zijn heel veel bellen. En alles wat los is, zijn de losse onderdelen zoals zeepjes, een shampooflesje. Een spiegeltje is er met een echte spiegel erin. Een lippenstift is en alle losse onderdelen, echt de badattributen, die komen los. En die worden later pas op de wagen gezet. Op die losse attributen is men al druk bezig met zaadjes plakken. Betekent dat voor de rest van de wagen dat daar veel met vers wordt gewerkt? Klopt, de rest van de wagen wordt over het algemeen heel veel vers. En we proberen met een aantal witte producten om dan ook dat sop-effect te bereiken. Een beetje bubbelig en een beetje om echt een sop te krijgen. Komen er nog speciale elementen voor op de wagen? Er komt een bellenmachine op de wagen om het extra bellen te creëren. Die komt voor in een emmer die bijvoorbeeld op de badvloer zou komen te liggen. Komt er een bellenmachine met, waar de bellen uitkomen. Je komt een beetje terug van vakantie nu. Hoe staan jullie ervoor qua bouw? Ik ben zelf net ook terug van vakantie. Maar het gaat goed. Er moeten nog een hoop dingen gebeuren. Er moeten een aantal dingen gemaakt worden. Alleen het gaat de goede kant op. De jeugd komt nu ook steeds meer. En we kunnen lekker doorgaan. We zitten al veel ver in de verf. En we zijn al druk met zaden bezig. Dus het gaat de goede kant op. Waar ben je het meest trots op bij dit ontwerp? Waarvan denk je van nou dit is echt goed gelukt? Dat kan ik nog niet helemaal zeggen, maar ik hoop toch wel dat de kop echt gaat spreken en dat het een heel leuk kopje wordt. Maar ja, dat is toch het belangrijkste van de wagen. En ik hoop straks dat het echt een bellenmassa is. En dat zijn wel de dingen van de wagen die ik hoop dat die echt goed lukken. Bij mijn enthousiaste plakkers van de wagen van Drumt. Waar zijn jullie mee bezig? Wij zijn bezig met een spiegel maken. Met welke producten? Met tuinkers en Hollandse bruine bonen. Schiet het al een beetje op? Ja. Moet nog een heel stuk volgens mij. Ja. Heel stuk. Maar ja, met z'n tweeën gaat het wel snel. Dus ja. En het is gezellig kletsen zo. Ja, natuurlijk, altijd. Laatste nieuwtjes. Altijd leuk hoor. Hoe vinden jullie dat de wagen eruit komt komen te zien? Ja, ik vind het een heel leuk ontwerp, want we hebben meestal niet dat soort dingen. Maar nu wel en ik hou wel van dat soort dingen, dus vind ik wel leuk. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Ik had eerst een beetje, ik denk nog steeds wel een beetje tijdnood. Maar nu er met zoveel zijn, denk ik van nou, dat moet helemaal goed komen. Ik heb er volle vertrouwen in. Dus. Straks met fruit schiet het wat beter op natuurlijk. Ja, veel beter, veel beter. Een eigentijds ontwerp bij de jeugd van Tiel. Origineel en een wagen met veel vaart.
Naast mij zit de ontwerper van de jeugdcorsowagen van Tiel, Berry. Berry, leg eens uit wat jullie van het jaar bouwen. We bouwen dit jaar 3 aliens die naar Tiel zijn gekomen vanuit de ruimte om de wereld te gaan ontdekken. Drie eigenwijze aliens die op hun manier alle 3 de beter komen verkennen. Dus we hebben een skater, een stoel, iemand, eentje met crafty. Alles wat hier in Nederland gebeurt, is van Ral in de beter. We willen hun gaan onderzoeken, uittesten. Dus vandaar ook de titel Buitenaard Vreemd. 3 buitenaardse wezens die dus de beter komen verkennen. Lijken ze nog ergens op, die aliens? Nee, het zijn gewoon buitenaardse aliens. Gewoon, die kunnen die creativiteit de vrije loop geven. Ja, iedereen zegt van aliens bestaan niet. Nou, dit jaar willen wij dus het tegendeel gaan bewijzen. Ze bestaan dus wel, want wij laten ze dus zien. Nog geïnspireerd door films? Nee, eigenlijk een beetje door game. Ik ben nogal met games bezig en vandaar ook gaan tekenen. Dat doe ik ook heel veel en ja, vandaar ook de 3 aliens die gekozen zijn. Welke games moet ik denken? Halo, Gears of War, allemaal van die ruige games waar hele rare figuren in voorkomen. En ik had al wel een keer een ideetje en ja, vanuit daar ben ik verder gegaan en vandaar deze wagen. Maar dat zijn wel ideeën die heel dicht bij de jeugd staan natuurlijk. Ja, veel jeugd houdt zich ermee bezig, games, kleuren, alles. Alles maar met gek is. En als maar met jeugd te maken hebben. En daar heb ik gewoon op ingespeeld en dus dit is het eindresultaat. Een heel trendy ontwerp van Tiel eigenlijk. Ja, eigenlijk heel erg, ja. Het is, alle jeugd heeft er heel veel zin in. Ze gaan er allemaal voor, dus het is gewoon heerlijk. Het is je eerste ontwerp voor een jeugdwagen. Ja. Waar loop je allemaal tegenaan en waarvan heb je zoiets van, nou, dit is zo ontzettend leuk om te doen? Ik heb eigenlijk wel wat met technische dingen. Ik las dan gewoon ook weer, dit jaar heb ik weer meegelast. Sowieso mijn eerste ontwerp en ik heb het ontzettend naar mijn zin. Eigenlijk tegenslagen heb ik wel wat gehad, maar ik heb een heel technisch team achter me staan. Dat me gewoon vierkant geholpen heeft, dus echt mankementen. Zijn overal voorbereid, alles komt goed dit jaar. Dus het is gewoon heerlijk om te doen. Ik heb ook gezegd, we gaan gewoon ervoor en we zien het voor de rest wel. Meedoen vind ik sowieso vind ik even belangrijk. Kijk, hoog eindigen is leuk. Het is natuurlijk te hopen voor de jeugd, vooral na vorig jaar. Maar sowieso, ik heb zoiets van gewoon meedoen en de lol er allemaal omheen. Dan komt het allemaal goed. Je bent druk bezig met tekenen. Ja. Waar komen deze tekeningen op? Als het mee zit op de achterkant, sowieso, er zijn dus de 3 koppen die dus ook de rol spelen dit jaar. En daar gaat de middenste, het shirt gaat er dus mee pronken. Dus die krijgt de 3 koppen achter op zijn rug. Dan zien ze dus de koppen en dan gaan ze dus verder kijken. Hij is eigenlijk het promotiemateriaal voor dit jaar voor ons. Veel succes met Laatste Loodjes. Ja, dat zal wel lukken. Dank u. We zitten hier bij een zeer actieve plakker van de jeugdwagen van Tiel. Leg eens uit, waar ben je mee bezig? Ik ben hier de banken aan het plakken met papier, met behangruimte. Je vindt het lekker om nat te worden met behangplap? Ja, dat zag ik wel fijn. Ja, het is warm, hè, dus? Ja. Duurt het lang bouwen bij Tiel? 2 jaar, dat is het tweede jaar. En wat vind je van de wagen? Ik vind hem heel mooi geworden. Speel je zelf ook de games die hier verbeeld worden? Sorry, wat zeg? Speel je zelf ook games die hier afgebeeld worden? Een klein beetje. Wat verheug je je nog op? Wat vind je nog leuk om te gaan doen de komende weken? Ik ben ook heel benieuwd of ik kan verven en zo. Ja, hij is al een end ingeverfd. Ja. Misschien wordt hij wat, hè? Misschien komt het er nog van. Ja. Okay. Veel succes. Bij mij Riet van Groenestein van de Corsowagen Tiel.
al heel lang bij de Corso Wagentiel. Wat heb je gemaakt? Van deze koppen bedoel je? Even kijken hoor. Die met de mondje, oh ja, met de, die en die voor de helft. En Gerrie die heeft van deze kant geplaatst. Dus hij lag plat op tafel. Dan zijn we zo naar elkaar toe aan werken. Dus jij met Gerven Schuppen, getekend voor de doodshoofden uit Tiel. Ja, ja, ja. Nou, dat was best een uitdaging. Wat komt er verder nog omheen? Ja, zoveel mogelijk vers fruit. Hij komt dus achter op de spiegel van de boot te zitten. En dan wordt het één geheel met de achterkant van de octopus. Dus het, is, het gaat doorlopen. Dus dit komt dus... ja, dus dit wordt klein fruit. En dan wordt het verliefdelijk groter, dat hij dus diepte krijgt. Ik wil bijna niet te zeggen, maar besjes. Nee, nee. Ja, misschien wel, hè. Hier zo'n hele kleine besjes en dan kleine tomaatjes. En dan zo'n vleestomaten. Je weet er alles van, hè. Bij ons staat Corné van Beemen, één van de ontwerpers van de Corso Wagen van Tiel dit jaar. Samen met je broer ontworpen. Als ik ernaar kijk, denk ik meteen Pirates of the Caribbean. Ja, dat zeg ik een hele hoop. Maar dat idee dat kwam bij ons pas later op. Het idee van een schip dat is eigenlijk uit het luchtledige gekomen. En Pirates of the Caribbean is achteraf een leuk hulpmiddel geweest voor bepaalde details. Maar dat is niet de eerste insteek geweest, zoals een hele hoop denk ik. Eigenlijk jammer, want ja, dat is toch niet de bedoeling die we erbij hadden. Maar de Vliegende Hollander, dat is een, ja, een bekend schip in de Nederlandse geschiedenis. En dat is eigenlijk het idee geweest om, om dit ontwerp te maken. Komt voor in de film? Ja, toevallig wel. Ja, een buitenlandse film en dan ook nog de Flying Dutchman, hè, zoals het dan genoemd wordt. Maar ja, we hebben het toch de Vliegende Hollander genoemd. Het is een beetje een streekproduct, Tiels fruitcorso. Bewust een Nederlandse naam voor gekozen, dus gewoon de Vliegende Hollander. Maar ja, inderdaad, het is een bekend schip uit een bekende film. Dus dat is wel leuk dat er zo over gedacht wordt. Hoe is het idee ontstaan om met de Vliegende Hollander op parcours te komen dit jaar? Ja, overgehaald door mijn broer om een ontwerp mee te maken. Omdat anderen eigenlijk hadden gezegd van hey, we hebben geen tijd van het jaar. Ik toch iets anders wou weer als een dier of een mensengezicht. En we zien van ja, laten we nou eens kijken wat allemaal de revue gepasseerd is. En een onderwerp te pakken wat we de laatste jaren eigenlijk nog niet helemaal gezien hebben. Ja, dan kom je op een voorwerp uit. Maar dan moet je iets pakken wat je een beetje uit zijn verband kunt trekken. En ik ben aan het rommelen gegaan met de maquette. De maquette is eigenlijk als eerste ontstaan. En vaak het doormidden gezaagd. Ja, en van het een komt het ander. En dan heb je een keer een eindproduct. Maar er is heel veel aan veranderd, geknipt. Opnieuw begonnen. Ja, en dan kom je op de Vliegende Hollander uit. En denk ja... Dat wordt de titel, dat past er wel bij gewoon. Ik zeg de ontwerpers zijn de gebroeders van Beem, dat worden technische hoogstandjes. Nee, eigenlijk niet. De jaren hiervoor hebben we zoveel technische hoogstandjes uit moeten halen. Vorig jaar een jeugdwagen waar we een beetje pech mee hebben gehad. En van het jaar hadden we er eigenlijk helemaal geen zin in om dat allemaal uit te halen. Het enige wat er aan techniek in zit is weer het kantelen van de masten vanwege de hoogte hier in de bouwhal. Ja, 4 meter hoog kunnen we eruit rijden. En je wilt toch wel naar 6 meter hoogte, dus dat is eigenlijk het enige wat we, waar we de techniek in hebben zitten. En aan de achterkant het roer wat op en neer gaat, maar dan voor de rest ook helemaal niks, geen bewegende delen meer. Het is een kolossale wagen. Ja, ja, je probeert toch een beetje de grenzen naar verhouding op te zoeken. Toch wel weer de maximale hoogte, de maximale lengte. Het moet opgevuld worden, dus dat heeft wel even wat hoofdbrekens gekost om het als een mooi plaatje neer te zetten. Maar ja, dan zeg ik, het is mijn eerste ontwerp. Voor mijn boeren tweede ontwerp naar een jeugdwagen. Dus ja, ja het eindresultaat zal nog moeten blijken. Maar tot nu toe vind ik het al wel zeer geslaagd dit jaar. Veel succes. Dankjewel. Tot zover deze aflevering van Corso TV 2012. Tot de volgende keer.